Nou, sowieso is het idee natuurlijk van de meiden dat we onze eigen dingen doen daarnaast. Dus de een gaat lekker in Spanje zingen, de ander is met die dingen bezig. En ik dacht, weet je wat, ik ga een leuk single maken. Neem me mee. Nou, en dat is gelukt. Het is een fantastische single. Echt, hè? Ik ben er zo blij mee en ik word er zelf zo vrolijk van. Dus ja, bij alle optredens in het land doet hij het gewoon super en ik ben er helemaal trots op. Het is een beetje zo'n oorworm dat als je hem hoort dat je denkt van, ik ken hem ergens van. Lekker, hè? Ja. Nou ja, dat vind ik alleen maar fijn en een groot compliment. Dus dat hij lekker blijft hangen, dat was ook het idee. Ik heb dit nummer via vakantie eigenlijk van een Braziliaanse vriend. Het is van oorsprong een Braziliaans nummer. Eén iemand heeft aan mij verteld dat het lijkt op The Land of Make-Believe. Maar dat vond ik zelf niet helemaal. Maar oké, maar verder eigenlijk niet. Maar het grappige is dus inderdaad dat het lijkt als je het hoort, hey, ik ken het. En je zingt het gelijk lekker mee. En zo heb ik het ook geschreven. Ik heb zelf de tekst gemaakt. En dat je lekker mee kan zingen. En ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling als je een nummer hoort. Dat je gelijk denkt van yes. Nou ja, dat had ik bij dit. Ik was op vakantie. Ik ken die Brazil. En ik was lekker muziekjes aandraaien. En toen dacht ik zelf ineens, deze is te gek. En soms heb je gewoon met een nummer of een film van een persoon of met iets, het maakt niet uit, heb je gewoon in één keer een klik. En dat had ik met dit nummer. Ik dacht, ja, hier moet ik iets mee doen. Dus ik heb dan slaak het altijd even op. Ga ik het shazammen en ga ik even kijken wat het is. En ik had het opgeslagen. En toen ben ik eigenlijk, nou ja, een paar keer het liedje gaan luisteren. En toen had ik al vrij snel het refreintekstje erop. Nou ja, toen heb ik daar de coupletjes omheen gemaakt. En ja, weet je, als je een klik hebt met iets, dan loopt dat gewoon. Dan hoef je daar niet heel lang over na te denken.